Werkelijk iedereen verwacht dat FC Groningen dit seizoen de titel voor zich gaat opeisen in de keukenkampioendivisie. Ze beginnen het seizoen thuis in Euroborg. En er zijn flink veel mensen afgekomen op deze wedstrijd tegen Jong Ajax. Dat moet een wedstrijd zijn om het seizoen lekker te gaan starten. Veel veranderd. Sommige dingen blijven hetzelfde. Verrips, ook vorig seizoen de keeper, met een trap naar voren. Van Veen naar Postema. Dan komt Charlie Sedford, de keeper van Jong Ajax, uit. En kan hij op tijd herstellen, Van Veen. En dan is het Soeslof met een volgende mogelijkheid. Weer is het Sedford die een treffer in de weg staat. Maar een lekker gretig begin voor de ploeg van Dick Lukien. Met twee spitsen dicht bij elkaar. En de mogelijkheid om erachter wat aanvallende impulsen te ontwikkelen. Onder andere Soeslof, die vanaf de zijkant komt, wordt even vastgehouden. Wil dan heel graag een kaart. Moet hij ook niet doen. Hij zou zomaar zelf die kaart hebben kunnen krijgen. Maar het blijft beperkt tot Linsson. Maar dit is wel een van die nieuwe regels. Dat gaan we niet meer doen, hè? Niet protesteren. Want anders ben je zelf aan de beurt. Scheidsrechter is coulant in deze. Van Veen met een vrije trap. Niet al te ingewikkeld voor Sedford. Hij beloofde de Groningen fans 30 goals te zullen maken dit seizoen. Daar een kopbalmogelijkheid van Veen die meteen kijkt naar Postema. Zijn compaan komt centraal voorin. Dan de bal voor naar Van Gelderen, de rechtsachter. En ook hij stuit weer op Charlie Sedford. Keeper van Jong Ajax, aanvoerder ook van de Amsterdammers. Dan is de corner van Duarte en Marco Rente. Deze zomer overgekomen van Heracles Almelo. Kopt, raakt en zorgt voor de eerste treffer van FC Groningen dit voetbalseizoen. Kan hem binnen knikken. En de opluchting is groot, want natuurlijk FC Groningen is de grote favoriet. Maar je moet die favoriete rol nog wel even waarmaken. Van Gelderen, de rechtsachter, weer mee naar voren. En Van Veen, die wel zo zijn kansen krijgt, nog steeds niet op het scorebord, op het scoreformulier. En dan komt er een fase in de wedstrijd dat Jong Ajax van zich afbijt. En het is met name Missaoui, deze nummer 8, vanaf het middenveld komend, die gevaarlijke dingen laat zien. Hier met het schot, net naast het doel van Verrips. Maar dit is een fase waarin Jong Ajax zich wel degelijk laat zien. Missaoui met Fitzjim. Balletje weer terug. En nu de verre hoek gezocht. Iets verder naast. Maar Jong Ajax bijt van zich af. En Groningen moet zich even herpakken. Maar het begin van de tweede helft is de eerste mogelijkheid weer voor Jong Ajax. En dan komt die bal bij Agouzil. Die is net in de ploeg gekomen. Hij heeft hem hier even onder controle en stuurt hem richting bovenhoek. Maar krijgt net niet voldoende hoogte mee dat schot. En dus kan Verrips redding brengen. Dan zit in de 53ste minuut. Na de ingooi van Groningen. Met Peersman. Dit schot gaat nog. Buitenkantje paal. Sedford zat er ook nog bij. En het schot, dat was van Touray. Geboren en getogen in Groningen. Deze bal op de lat. En Postema gelooft er nog in. Waar Sedford mis zit, is het Romano Postema die er 2-0 van maakt in de 55ste minuut. Viert hij met de fans daarachter. En dan zie je de eerste bekers bier alweer richting het veld gegooid worden. Bovenkant lat. Dan moet dit eigenlijk normaal gesproken voor de keeper zijn. Want die mag zijn handen gebruiken, maar die tast helemaal mis. Postema maakt 2-0 en viert dat met de fans. En dat bier wat gegooid wordt, ja, zegt de scheidsrechter, de regels zijn niet anders dan vorig seizoen wat dat betreft. Dus ga maar even naar binnen, want we staken tijdelijk in ieder geval. Maar zijn nog doorfeesten, want die 2-0 wordt gevierd. 10 minuten. Heeft de wedstrijd stilgelegen en dan gaat het verder, mag het door en gaat Groningen verder waar het was gebleven. Met het creëren van kansen. Hier met Soeslof. In de voorbereiding had hij een kleine disciplinaire aanvaring met Dick Lukien. Maar hij heeft zijn les geleerd en dan gaat hij naar die leermeester toe, Dick Lukien, om de 3-0 te vieren. Het is in de 71ste minuut. En dan lijkt er voor Groningen geen vuiltje aan de lucht. Met een 3-0 voorsprong deze wedstrijd. Jong Ajax heeft nog steeds spelers waar je rekening mee kan en moet houden. Missaoui, al vaak genoemd. Ook hij weer met een schot. In combinatie weer met Fitzjim. Die hier weer balbezit heeft. En zo zoekt Jong Ajax toch bij tijd en wijle de aanval. En dit is prachtig afgerond door Christian Rasmussen.
In één keer uit de lucht met zijn linker. Frips komt er niet bij. En dan staat het 3-1. Dat is een klein smetje. Op verder een prima voetbalfeestje in de Euroborg. En ze gaan nog even lekker door. En ze krijgen nog een paar goede kansen ook. Zetford met een redding. Om een mogelijkheid die er was voor Van Bergen, die net in de ploeg is gekomen voor Van Veen. Vierde minuut van de extra tijd. Iran Doest, balletje breed zou kunnen. Richting Johan Hoven. En die weet inderdaad de verre hoek te vinden. Johan Hoven, waarvan iedereen er de hele tijd maar van uitgaat dat hij bij Groningen zal vertrekken. Maar hij is er nog en maakt de 4-1. En dat is ook de eindstand. De seizoensoverture is geslaagd voor Dick Lukien en FC Groningen.